Ik ben al in 86 landen in mijn eentje geweest. En ik geef jou tips hoe je het ook moet doen. Dan denk ik, ja, kut. Jouw vader is hoge pief bij een of ander kutbedrijf. Hey, gezellig dat je luistert naar Kleine Meisjes Worden Groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw. Comfortable in my skin. Cozy. And doing it in my dream. Wat zegt ze dan? Cozy. Cozy? Cozy. Cozy within my... With who I am. With who I am. I love that song. That's my new... I don't know. That's my new song of the day. For some reason. I don't know. The whole Beyoncé... Welk album is dat? Renaissance. De laatste toch? Is dat Renaissance? Ja, maar ik zag alweer... Wij hebben net een nieuw gesprek gehad off camera, guys. Waarin we het hadden over Beyoncé. I think we both love Beyoncé. Zeker. Who doesn't? Ja, wie niet? Maar we hadden hetzelfde. Als zij nieuwe muziek uitbrengt, dan gaan we niet meteen luisteren. Maar het komt op ons pad. Niet naar alles. Gewoon rustig aan. Je hoort die eerste nummertjes. Je denkt, oké, lekker. Lekker. Want je ontkomt er toch niet aan. En vervolgens hoor je nog wat in de supermarkt. Hoor je nog wat bij een vriend, bij een vriendin. Op de radio, in de auto. En je leert het kennen. On what side of TikTok are you on? Of wat bedoel je? Zijn er kanten op TikTok? Bitch, you better be joking. Wat zijn de kanten je op TikTok? Je hebt toch verschillende niches within TikTok. Oh, wat is de niche you dan? You got the gay talk. You got the cottage talk. Oh, bedoel je wat er in mijn algoritme opkomt? Ja. Oh, meid. Want je zegt net, het komt op mijn pad. Ja, Beyoncé komt op mijn pad. Oh, daar komt zij niet op mijn pad. Misschien wel. Heb je een Nederlands algoritme? Oh, best wel. Oh, ja. Ik heel Amerikaans. Maar ik ga wel stuk, hoor. Ik ga echt stuk om sommige mensen op TikTok. Ja, ik heb ook wel mensen van Nederland, maar vooral Amerikaans. En just Europeans. Oh nee, ik heb heel af en toe een dansje, heel af en toe een outfitje, maar verder echt grappige een TikTokers. Ja, nee, best Nederlands. Wat mij wel pakt zijn TikTok lives. TikTok lives. What the fuck is going on over there? Oh nee, man, ik sneak maar af en toe in eentje, maar verder niet. Ze zijn raar. Het is raar. Mensen doen rare dingen. Oh ja, wat doen ze dan? Heb je niet van like Asian countries with like women die liggen te slapen. Nee, die jij zit echt aan de andere kant. Wij zitten aan de andere kant van TikTok. Ik heb ook ik een lot of conspiracies. Oh nee, ben ik ook niet. Oh, nee, het is echt heel tam bij mij. Oh. Ja, absoluut. Anyways, hoe is het? Nou ja, verder gaat het op zich lekker. Al moet ik zeggen, ik ben wel een beetje aan vakantie toe. Mm. Ik merk dat ik het zo druk heb gehad. Met eigenlijk zit nu in een stylingprojectje wat echt super druk is. Daarnaast natuurlijk nu de TikTok. De podcast. Yeah. En wat voor styling? Veel feestjes gedaan ook. Ik doe styling voor winkelcentra. Oh ja, ja, ja. En ja, het is een heel leuk project om aan te werken. Alleen ineens moet ik gewoon mijn hele week extreem plannen. En je moet wat ik niet gewend ben om te doen. En ik mag er niet over klagen, want het is nog super leuk om te doen. Maar inderdaad, ik moet ook overal heen. Dus ik ben de hele tijd aan het van hier naar haar aan het rijden. Het is zo leuk om te doen. En winkelcentrum inrichten. Absoluut heel leuk. Ja, absoluut heel leuk. Ik ben heel blij dat ik dat mag doen. Maar wat ik, ja, weet je, ik ben ook gewoon heel lang niet op vakantie geweest. Dus dat is ook waarom ik zoiets heb van, ik heb gewoon zin in die zon. Het is hier namelijk niet bepaald zonnig, laten we heel eerlijk zijn. Uh-huh. Dus ik kan wel wat zon gebruiken. Facts. Ik weet niet van jou. Hoe is het met jou? Ik heb ben sowieso een vakantie toe, maar dat is een whole other story. Jij hebt de vorige aflevering heb je het gehad over milkshake, maar ik wil het ook nog hebben over milkshake. Oh, want wat wil je ik had deze milkshake, ja, voor de mensen die mij volgen op Instagram, die hebben gezien wat ik aan had. Ja, ik heb ook gezien wat jij aan had. Hallo, ik kon er niet omheen wat je aan had. Luister, je had niet heel veel aan, maar het was wel heel mooi. Ik vond het heel mooi. Ik had in een podcast aflevering toen Daphne er nog was besproken dat ik iets kinkies aan wilde. En nou, dat is gelukt. En toen heeft de vriendin van Ramon, die zei, ik heb nog wel wat liggen. Hmm. Dus toen ben ik naar haar huis gegaan. Toen op haar bed lagen allemaal super toffe dingen. Echt, nee, maar echt mooi. What the fuck? Zij heeft daar gewoon een kistje voor die ze dan opent. Ja, de doos van Pandora, die gaat open. En 100 punten. En toen kwam ik dit pakje tegen en I was like, yeah, this is it. Maar het was ook it. Het ding is, ik was dus best wel onzeker. Ik dacht van, oh my god, ga ik dit durven te rocken? Omdat in mijn hoofd, en die heb ik het ook wel eens eerder over gehad, in mijn hoofd ben ik gewoon heel mager en yikes. Je bent modelicious, dat ben je. Bitch, thank you. Ja, nee, maar dat anyways, is ik was dus best wel zenuwachtig om die ding aan te doen. En toen dacht ik, nee, fuck it, ik ben prachtig, ik ga het gewoon doen, ik ga dit rocken en ik ga niet mijn onzekerheid me in de weg laten staan. I'm a grown-ass woman.
go do what you want to do. Yeah. Get it. Goed, dus ik deed een pakje aan. Nou, ik stapte de auto uit. Toen moesten we in een Uber stappen. Toen moesten we uitstappen bij Westerpark, want daar was het ding. De rit daarheen alleen al. En gewoon heel de dag zelf. Ik heb in mijn leven nog niet zoveel complimenten gehad over mijn uiterlijk. Oh, wat heerlijk. Wat de flying fuck. Maar meid, je had ook echt een heerlijke outfit aan. Ik vind het eigenlijk zonde dat niemand het maar kan mijn zien. Maar mijn hele reet was eruit. Ja. Ik had gewoon echt een string aan. Maar dat niet alleen. Waar ik zoveel respect voor had met betrekking tot jouw outfit. Was het feit dat je hakken eronder aan had. Of in ieder geval een plateausol. Ja, wat was dat? Maar daarom, ik kon ook niet lang blijven in de avond. Nee, je was ik niet was echt klaar. Want ik kwam jou tegen. Ik was klaar. Toen ging je al weg. Ik was klaar. Ja. Ik was echt klaar. Inderdaad. Maar goed, ik ben wel blij dat ik het had gedaan. Want ik voelde me. Ik was langer dan iedereen. Zo, oh. Je torende sowieso like met je hele aura dominatrix. Torende over iedereen uit. Dominatrix. Ik had eigenlijk een zweep mee moeten nemen of zo. Maar dat gaf mij dus het zelfvertrouwen om op de Gay Pride ook met mijn string te staan. Oh. Want daar stond ik ook met mijn blote reet. Nou, inderdaad. Ja. Heerlijk. En dat is eigenlijk nog veel erger, want daar staat iedereen naar je te kijken. Klopt. Terwijl je op een boot staat in de regen. Maar ga je dat nu vaker doen? Ja, dat moet wel. Gay Pride en milkshake is wel een moment om dat te doen. Ja, dat is inderdaad. Nee, ja, leuk. Ja. Ja. Nou, misschien kan je die pakjes dan een beetje gaan bewaren voor je vakanties. Want daar gaat deze aflevering namelijk over. Ja, ja, over maar wel solo. Reizen. Wel solo. Wel in je eentje. Heb je dat wel eens gedaan? Nou, ik zou je vertellen, ik heb nog nooit echt solo getraveld. Ik ben wel een keertje toen mijn ex-vriend, die moest ergens zijn voor werk, maar dat was in Frankfurt. En toen ben ik 3 dagen volgens mij meegegaan. En toen ben ik gewoon die 3 dagen gewoon alleen dingen gaan doen. Oh. Dan moet ik wel zeggen, Frankfurt was niet de plek om dat te doen. Lijkt mij ook niet. It was like klinkt a corporate heel city. Boring. Corporate ja. City. Er was wel klinkt een botanische tuin. Terreinen. Jammer. Dus ja, like in the end, dat was niet de perfecte plek om dat te doen. Nee. Maar eigenlijk, nee, ik heb dat nog nooit echt gedaan. En staat het wel op de planning? Weet ik niet zo goed. Nee. Ik denk het wel. Ik wil heel graag een keer. Maar ik denk dat ik eerst een keer begin met een stedentripje of zo. Maar ik ben high functioning, maar ik ben heel angstig. Angstig op welke manier? Dat er dingen gebeuren. Dat ik niet veilig ben. Oké. Dus alleen solo travelen is dan nog wel een dingetje. Dat snap ik. Want girl, I got stories for you. You better tell them. Die het misschien niet beter gaan maken. Misschien ook wel. God, oh want ik zou dus wel iedereen aanraden. Eigenlijk had ik ook wel graag willen zeggen. Kijk, de stelling van vandaag is, voor solo reizen moet je geen pussy zijn. Mm-hmm. En ik kan je al vertellen, ik ben het daar wel mee eens. Ik ben het er ook mee eens. En tegelijkertijd denk ik wel dat iedereen het een keer zou moeten doen. Waarom ben jij het er mee eens met deze stelling? Ik ben het er wel mee eens. Omdat je moet gewoon geen pussy zijn. Je moet durven dingen. Het is wel een dingetje, lijkt mij. Absoluut. Het is echt wel een dingetje. En maar aan de andere kant, ja, kijk, vind ik mezelf een pussy omdat ik het nog nooit heb gedaan? Ook weer niet. Nee. Dus maar mensen moeten niet deze stelling te serieus nemen. Want dat is ook een beetje overdreven. Maar het mag wel inspiratie zijn. Ja, maar ik denk wel, je moet er sociaal voor zijn, lijkt mij. Zeker. Als je mensen wil ontmoeten. Weet je wat het is? Wat ik heel fijn altijd heb gevonden. Ik heb dus wel solo gereisd. Wel meerdere keren. En ik dacht ook altijd, dit wil ik de rest van mijn leven blijven doen. Ik ga nooit meer alleen maar met mensen reizen. Ik moet zeggen, daar ben ik wel van teruggekomen door wat verschillende dingen. Maar wat ik zo vet vond, ik ben dus bijvoorbeeld in mijn eentje naar Costa Rica en Panama gegaan. Mm. Wat dan niet een Frankfurt-achtig gevoel geeft natuurlijk. Ja. Wat wel gewoon echt pura vida. En pura vida? Wat de hel is pura vida? Ja, dat zeggen ze daar vida. Allemaal. Casablanca. Klinkt hetzelfde. Ik ben Spaans aan het linken op de Duolingo. Oh, echt? Ik ook. Oh my god, we moeten elkaar toevoegen. Ja. Ja, dan kunnen we echt gaan strijden. Wordt yo leuk. Hablo español un poco. Un poquito? Un poquito. Pero no. Para yo necesito. Esta más. Será. Ik wou bier zeggen. Duurt lang. Allemaal. We gaan dit een andere keer beter doen. Love that. Ze leert het sneller, mijn mond. Godverdomme. Is ook handig trouwens. Als jij Spaans kan. Wanneer jij in dat soort Spaans landen gaat reizen. Spaanstalige landen gaat reizen. Want ik merkte dat wel. Esta aquí. ¿Dónde es? Lotta está aquí. Klinkt wel sexy. Party's maar here. Daarmee kom je er nog niet, meid. Oh. Nee, er is wel meer voor nodig. Maar wat ik daar echt wel van heb geleerd, is in ieder geval dat je eigen vrijheid en je eigen flexibiliteit hebt. Ik denk dat dat
echt de pro is, wat mij betreft, wat betreft reizen. Ja. Omdat je dus ook je eigen vibe hebt, snap je? Dus je komt mensen tegen die bij die vibe horen. Dus als jij in de Pura Vida vibe zit, kom je alleen maar mensen tegen die ook in de... Oké, misschien wordt het tijd dat ik dat ga uitleggen. Pura Vida betekent puur leven. Maar dat zeggen ze dus echt op alles. In Costa Rica dan bijvoorbeeld. I'm gonna use that. Dus soms is het een dankjewel. Soms is het een... Ach, tuurlijk. Is dat Spaans? Soms is... Ja. Bitch, zeker. I'm gonna use that. Mij, die gaan we de hele tijd horen nu. Maar dat kan je dus op alles inzetten. En het fijne is dus, wat ik zei, je leert alleen maar mensen kennen die dus ook in diezelfde vibe zitten als jij. Dus toen ik daar was, op een gegeven moment, had ik een... ik had dan een samenwerking met een hotel. En dat was dan een hotel van een Amerikaanse gast. En hij zei tegen mij, joh, lijkt het je anders leuk om vanavond ook naar een feestje te komen dat wij hier organiseren? En ik zei, ja, ik ken natuurlijk niemand. Ik ben daar solo, zomaar ergens in het westen van Costa Rica, waar ik ook nog nooit eerder ben geweest. En ik ken gewoon niemand en ik ken ook de plek niet natuurlijk. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon overal ja op zeggen. Als mensen leuk zijn en gezellig, dan ga ik daar gewoon in mee. Dus ik kwam er op een feestje terecht. En dat was een soort van een voorleesavond van een audioboek. En dan denk je, oh my god, wat boring. Toch? Je denkt boring, of niet? Een beetje wel. Yeah. Nou, ik, maar denk vooral, ik dacht vooral... Heb je dit van tevoren gehoord dat dit de thema was? Hij had wel gezegd... Of had hij gezegd, dat we gaan naar een vissa, Nou, het was een beetje een combi, want uiteindelijk, ik kom daar aan. Blijkt dus dat dit een boek is dat heet The Mango Pussy. Oké, dus je moet dat geen pussy zijn om alleen te gaan reizen. Maar over de mango pussy, dat was echt een heel juicy verhaal. Dus wij zaten daar op een gegeven moment met z'n allen. It was a fanfiction. Nou, geloof me. We zaten daar in een ruimte met een hele groep mensen die ik dus niet kende. Iedereen kreeg een blinddoek op. En dan werd er dus voorgelezen over de mango pussy. Wat dus eigenlijk een heel sappig verhaal was. Over een meisje die voor het eerst iemand had gelikt. En sorry als het ineens heel snel gaat. I'm in tears. I love it. Ja, dat dacht ik wel. Maar I loved het dus ook. En wat ik vooral loved is het feit dat als ik met iemand anders was geweest en wij waren uitgenodigd voor een voorleesavond. Had je gezegd, no man. Nou, laat maar zitten. Wij hebben wel wat beters te doen. En dan was je heel saai op een terras gaan zitten, wat je altijd doet. Snap je? En nu kwam ik daar terecht en dacht ik, oh mijn god, op een gegeven moment nog een hele soort van, ja, er was een heel event eromheen gebouwd waar we elkaar in de ogen moesten kijken. Dan moest je mensen om elkaar heen lopen. Girl. Totdat je, nou ja, wat je voelde mocht je doen. En heel intens allemaal. Nee. Gewoon heel intens mensen aangekeken. Costa Ricaanse man. Een tico trouwens. Een tico is een Costa Ricaanse man. Of een tica is een Doe vrouw. Doe me denken aan, hoe heet het? Reggie van, hoe heet dat programma? Daar ben je te oud voor. Welk programma? Ik heb inderdaad geen idee waar het over heeft. Wacht even. Want je begint het hele verhaal met, sorry, ik ga het toch vragen. Komt me helemaal met, we gaan solo reizen, dit, dat, zo. Ja. Maar mevrouw heeft een samenwerking met een hotel in Costa Rica. Omdat ze een influencer is. Koekoek, dan kan ik ook single reizen. Klopt. Ja, als, de rit is geregeld en het busje erheen en het hotel is geregeld en het eten staat klaar. En nee, we maar dat is dus niet waar. Nee, hallo, de bus is geregeld. Laten we het over de bus hebben waar ik in terecht kwam. Flixbus, maar dan erger. Nou, geloof me, de band viel eraf. Oh my god, maar vibes. Ja. Is voor de band is er afgevallen. En ik heb uiteindelijk dus bij iemand gewoon... ben ik in de auto gestapt om alsnog op mijn bestemming terecht te komen. Hoe ben je niet bang om gesextrafficked te worden? Hoe? Je zit in Costa Rica. Als we dit allemaal gaan bespreken, dan wordt het sowieso heel eng om in je eentje te gaan maar reizen. Maar dat bedoel ik dat... Kijk, ik ben... Ik ben gediagnosticeerd op angststoornissen. Like several of them. And I'm high functioning. I know, guys. I'll be sitting here being social and shit. Yeah. But I'm pissing my pants while doing it. Yeah. So. Jij gaat echt zeven kleuren poepen. You mean to tell me dat je gewoon in de... Ja, maar goed. Maar girl. Dat is dus het hele punt. Kijk, op een gegeven moment, als je dus lekker dat vertrouwen hebt en je bent in... Ik denk dat je dat ook wel groeit als je dan in je eentje aan het reizen bent. Mm. En je hebt al dat zelfvertrouwen, dan... Want dat was bij mij eerlijk gezegd ook een ding, hoor. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook ingefluisterd heb gekregen. Oh, niet iedereen vertrouwen, hè? Pas op, hè, met mensen. Pas op met dit, pas op met dat. En dat moet je ook. Je moet oppassen. Yeah. Maar als je op een gegeven moment gewoon zo lekker gaat en je zit echt op die high vibe... Ik kwam alleen maar hele leuke mensen tegen. En mensen die ik in de
ochtend had gezien op het strand, die ik in de avond weer tegenkwam en die dan tegen me zeiden: oh my god, Larissa, didn't I just see you at the beach, bla bla bla. En het bleek een heel kleine plek te zijn waar iedereen elkaar kende. Het was geweldig, want na die voorleesavond zijn we bijvoorbeeld ook nog uitgegaan. Hoorde ik trouwens allemaal Nederlandse nummers daar zo tijdens het uitgaan. Ik snapte daar helemaal geen moer van. Ik ga zwemmen. Niet die, maar wel. Hoe heet al die nummers die eigenlijk best wel lekker zijn? In ieder geval, ik ging laag, laag, laag. Oh, weet je wel, dat je kent muziek. Wel. Beetje ja, dat ja. soort. Beetje 2016. Die vibe. Die vibe, heerlijk. En daarna zijn we nog met z'n allen hand in hand door een bos waar allerlei raccoons rondliepen. Hoe noem je die ook in Nederland? It's giving bed and breakfast. Snap, nee. Je ging naar de tempel. Walter! Nee, er was een kampvuur op het strand. Heb je tot gedaan? Leuk! Skinny dipping. Ik noem gewoon maar even wat dingen. Maar dat soort dingen maak je dus wel mee als je in je eentje bent. Okay, she's living. Dan, yeah, she's living. Okay, and she says yes. I hear you. To life. She goes. She says yes. I hear you. Ik ben Loki jaloers. Loki denk je nu misschien moet ik toch verder gaan kijken. Ja? Heike jaloers. Maar, I'm so anxious for everything. Ja, en dat is dus... Zelfs in Nederland ben ik al anxious voor dingen. Ik snap dat. Want ik wilde dat eigenlijk wat voor je weghouden. Maar ik moet wel zeggen dat ik in diezelfde reis wel heel veel dingen heb meegemaakt die juist wel heftig waren. En waarvan ik wel dacht van, okay, moet ik dit nog wel in mijn eentje blijven doen? Zoals een rood merennest in mijn schoenen. Zoals een schorpioen ja, maar op mijn kamer. Oh, schorpioen, yikes. Ja, op mijn kamer. Zoet watervlooien had ik ook. What nog. What the fuck is dat? Ja, dat trok gewoon door mijn hele lichaam heen. Dus het begon ergens bij mijn romp. En op een gegeven moment denk ik, ik heb die plekjes ook op mijn armen. Volgende dag had ik ze ook op mijn benen. Ik denk, nee, dat meen je niet. Dus het nam me gewoon over. Bad bugs, de hele mikmak. Ik heb echt ruzie gehad met de natuur tijdens die hele reis. En dan denk je wel, shit. Ja, maar wat de hel heeft dat te maken met solo reizen? Nou, als jij dus in je eentje bent en je moet op zoek naar een nieuw hotel midden in de nacht, dan is dat een stuk kutter wanneer je in je eentje bent. True. Terwijl als jij met iemand bent en je kunt samen, weet je, ook je kunt samen natuurlijk ook samen, je kunt samen zeiken. En je deelt het. Je deelt alles wat je maar jij vlogt. Ja. En om heel eerlijk te zijn, mensen zeiden al tegen mij, waarom leg je alles vast? Maar vloggen is voor mij, ik zweer, het is therapie. Het is therapie. Jullie klopt. Willen niet weten hoe vaak ik mijn telefoon pak, iets film en het daarna verwijder. Maar ik heb het gefilmd en ik heb het even geuit. Ja, het is heerlijk. Oh, heerlijk. Nou, dat had ik dus inderdaad ook. En dat zou ook trouwens een van mijn tips zijn. Ik weet niet, gaan we allemaal lekker naar de tips toe? Ja, je gaat waar je gaat, hoor. Nou, een van mijn tips is dus inderdaad, leg het vast voor jezelf. Of het nou is in een soort van dagboekje of dat je gaat filmen inderdaad. Gewoon om het vast te leggen, zodat je toch het gevoel hebt dat je het aan het delen bent. Mm-hmm. Heerlijk. Ja. En het hoeft niet online. Het kan ook gewoon later nog teruggekeken worden. Dat je gewoon in ieder geval het idee hebt van een metgezel of zo. En dat het dan je camera een beetje zet. Maar okay. I get that. Ja, is fijn. Heb jij, omdat je... Kijk, jij bent single. Mm-hmm. Denk jij dat solo dingen doen hebben geholpen met okay zijn om alleen te zijn? Ik denk misschien eerder andersom. Nou, nu doe ik echt alsof ik eeuwig single ben. Wat is heel erg single? Heel lang, alsof ik heel lang single ben, maar dat is niet waar. Hoe lang ben je single? Nou, nu even kijken. 3 jaar, bijna. Oh ja, 2,5. Maar goed, ik ben natuurlijk niet eeuwig single geweest. Maar ik weet niet of het een het ander helpt. Denk ik niet. Maar ik werd wel gedwongen op een gegeven moment om natuurlijk dat soort reizen in mijn eentje te gaan maken. Ik dacht altijd, wanneer ik dan een vriendje heb, dan ga ik eindelijk die reis maken naar daar en daar. En ga je eeuwig wachten op iemand om eindelijk ergens naartoe te kunnen gaan. Doei. You're gonna settle for less. Where the heck are you? Ik ga zelf wel. Ja, ik moet de wereld zien. Ja, eens. Dus ja, dus ik zou het gewoon doen. Dat is dan ook misschien een tip. Je moet het gewoon doen. Als het in je opkomt, gewoon doen. Weet je wat ik ook nog een keer heb gedaan? Mm. Gewoon echt gezocht naar vrienden online. Soort van. Vind ik helemaal niet raar. Nee, is ook niet raar. Maar je had daar dus echt websites voor. Dat was mijn allereerste solo reis. Heb ik trouwens een hele goede vriend aan overgehouden. Hoe heette dat nou ook alweer? Ik heb heel veel mensen in Europa op mijn Instagram die ik ken van vakanties of ken van online. Bijvoorbeeld, ik heb één chick in Parijs zitten. Ja. En ik weet gewoon, ik kan naar haar toe. Ja, top. En dat is top. Top. Ja, dit was meer zo'n soort van backpack groeps get to know each other voordat je op reis gaat, kind of website of zo. Toenertijd gebeurde dat heel veel. En nu heb je dus gewoon echt, Instagram voor een beetje. Ja, nu heb je gewoon Instagram inderdaad. En dan gingen wij samen reizen. Dus mijn eerste solo reis, die dus niet meer solo was, omdat ik daar een goede vriend aan over heb gehouden, dat was naar Thailand. En dat was eigenlijk op die manier. Ja. Niet meer solo.
Maar ja, dus je kunt ook gewoon online. En dat is misschien ook wel zo. Als je halverwege bijvoorbeeld mensen ontmoet. Of je weet dat je niet de hele reis in je eentje hebt te doen. Dan scheelt dat ook. True. Dus dat zou ook een tip van mij zijn. Om misschien ergens voor jezelf halverwege wat mensen in te bouwen. Die je dan toch halverwege je reis gaat ontmoeten. Dat je niet alleen maar alleen bent. Ik had ooit een vriendin van de Johnny Depp Fan Hives. Wat is dit? Wat beken je nou? Ik moet gewoon opeens nadenken over online jij vrienden. Jij bent dus echt heel erg Johnny Depp fan. Dat wist ik girl, niet. Oh, nou, iedereen wist dit al. Vroeger was ik echt de biggest Johnny Depp fan. Oh my. Echt spreekbeurt dat ik over doe. Sectorwerkstuk. Like, it was wild. Ik krijg tot op de dag van vandaag inderdaad altijd video's van hem doorgestuurd. Oh, ook ja. De obsessie is wel een beetje ik over. Ik zal je denken. Het is wel een beetje over, maar ik zat wel op de Fan Hives inderdaad. En daar had ik dan ook zo'n vriendinnetje van gemaakt. Hilarisch. Ja, vroeger was dat dan helemaal een ding als je een online vrienden had gemaakt. Ja. Terwijl wij eigenlijk ook online vrienden zijn. Oh my god. In de kern. Online. Ja, in de kern. Laten we in dat nooit kern. Vergeten. Ja. Absoluut. Hey, ik heb ook wat, hoe heet het? Tips? Tips! Ik heb twee tips. Tips van iemand die nooit heeft gedaan. Ik heb twee tips en nog twee vragen voor je. Ja. Nou, die eerste tip is eigenlijk helemaal kut. Maar ik ging dus even op TikTok kijken wat al die wijfies op de TikTok zeggen. Want dan wat heb, ze je doen? Van, heb je allemaal van die kutwijven met rijke ouders. Oh, ik ben al in 86 landen in mijn eentje geweest. Oh. En ik geef jou tips hoe je het ook moet doen. Dan denk ik, ja, kut. Jouw vader is hoge pief bij een van de kutbedrijven. Natuurlijk ben je overal geweest. Maar ja, goed. Zij had het over dat je overal slotjes op je spullen moet doen. Doe je dat? Vaak. Vaak wel. Dus ik zou dat zeker doen. Ja, dus mooie een tip. Mooie tip. En de tweede, en dit doe ik eigenlijk altijd wel, ook als ik alleen door een stad loop. Kijk niet te veel naar je telefoon. Kijk niet naar je maps op je telefoon. En loop altijd met zelfvertrouwen alsof je weet waar je heen gaat. Ja, nou, dat klinkt goed. En wees niet te erg toeristie. Nou, inderdaad. Maar ik ben ook in Amsterdam, zorg ik ervoor, zelfs in Amsterdam, als ik alleen in Amsterdam ben, zorg ervoor dat ik niet er te toeristisch uitzie, same. Want ze pakken toeristen. Klopt. Dus als ik door Amsterdam loop en vooral over de Dam en zo, waar gewoon zakrollers lopen, ja. Ik laat zien, ik ben een Amsterdammer. Ja, ik loop don't als een fucking echte. Touch me. Klopt. Snap ik je? Heb serieus een keertje tijdens mijn psychologie-studie geleerd dat hoe je loopt ja, ja. Heel veel en bloemen vasthoudt. Hoe heb je die ook wel eens? Ballonnen vasthoudt. Bloemen. Bloemen. Als je ze omhoog doet of naar beneden. Oh echt? Wat in is verschillende daarmee? Culturen. In Frankrijk houden ze hem bijvoorbeeld anders vast dan in Nederland. Maar hoe je loopt heeft dus effect op of mensen je wel of niet zouden aanvallen, beroven 100%. En die dingen. Dus ja, ik heb ook gewoon mijn zwerver look en walk. Ik wanneer loop ik denk, als dit een is bitch. Gevaarlijk, dan loop ik als iemand die je echt niet wilt aanvallen. Ja. Ja. Weet je wat ik eigenlijk skip wel that in mind. Als ik ooit word aangevallen, dan hoop ik dat ik het lef heb om gewoon echt, echt idioot te gaan doen. Als een gewoon, ja, gewoon ja. Echt alles geven. Gewoon, ja, gewoon echt, dat ze geen zin dat meer ze, hebben. Dat ze echt denken, nou laat maar. Ja, en ja, dat. Dit is een hele vieze. Maar hier heb ik dus echt een keer over nagedacht. Ja, kijk, echt, als ik een vertel keertje... Vertel het ons. Trigger warning. Maar als ik een keertje verkracht of zo zou worden, dan hoop ik toch echt heel erg dat ik heel erg diarree heb. Oh en dat my ik gewoon God. Mijn hele broek onder kan schijten. Nou, misschien krijgen we dat vanzelf op dat moment. Dat moet zou zo naar kunnen. Huis erna. Oh mijn god, oh wat verschrikkelijk. Ja, oh. I don't know. Ja, ik denk, ja, kijk, ik heb fucking angst, dus ik denk overal over na, hè? Ja, je hebt dit allemaal ingecalculeerd. I don't know, ja. Maar het is heel goed. Natuurlijk. Maar voel jij je nu alsof je een solo-reis zou kunnen doen? Heb je nu het idee van, oh, ik ben wel innocent? Ja, maar dat ligt eraan waar. Want mijn volgende vraag aan jou was, welke steden hebben veel solo-travelers? Want okay. Ik zou wel, als ik zou gaan, zou ik sowieso als eerste naar steden gaan. Bijvoorbeeld... Ja. Ja, dan zou ik wel naar landen gaan waar veel backpackers bijvoorbeeld zijn. Zodat je ja. kan aanhaken. Je kan naar een hostel. Absoluut, absoluut. Dat is ook een goede tip trouwens meteen dan. Ja, ik zou wel denken aan bijvoorbeeld een Thailand of zo. Want dat is wel meteen ver weg. Mm. Als het gaat om steden in Europa heb ik echt geen idee. Mm. Maar Barcelona is sowieso een makkelijke, denk ik. Barcelona is volgens mij heel toegankelijk, ja. Ja, heel toegankelijk. Mij ook laten alhoewel je daar dus echt gemakkelijk beroofd kan worden. Althans, ik hoor altijd verhalen dat het daar heel veel gebeurt. Ja, maar ik heb OCD. Ik check alles 100 keer. Oké, okay, blijf checken. So that's good. Blijf checken, chick. Yeah. Blijf checken. Yeah. Maar ik zou zeggen Thailand. Bali. Ja, ik heb het idee dat je... Vooral daar, waar gewoon, daar zijn gewoon heel veel backpackers. Mm. Dus dan ontmoet je ook heel snel mensen. En het is eigenlijk juist, want jij vroeg mij net van... Ja, maar als jij dan een samenwerking doet, is het dan niet makkelijk? Ik moet zeggen, dat zijn dan niet samenwerkingen met hostels. Yeah. Terwijl in hostels... Jij zit in een hotel. Juist, ja, nou, ja of een wat beter hostel. Met honeymooners maar. En businessmannen. Nee, leuk. Niet zo erg. Oh. Maar als je zeg maar in een hostel verblijft, dan ontmoet je juist wel heel veel mensen. Ja. En dus ook met een backpack op. Dus
ik reisde dan wel met een backpack. Ik ging niet altijd in hostels slapen. Oh, jij ging voor de look? Soms zodat wel. Je aangesproken werd. Nee, maar de look moet je zeker niet onderschatten. Mm. Want als ik die backpack op had, dan was het heel vaak... Hey, where are you from? Zonder backpack, nobody gives a shit. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus soms gewoon even omdoen. Gewoon you gotta, voor look, idee. You gotta look the part. Ja, en het is fijn dus als je aan het doorreizen bent... dat je dan ook altijd wordt opgemerkt als... Oh ja, je gaat ook ergens heen. Je bent ook, weet je wel. En hoe zou jij vrienden maken? Ik weet het, ik weet oh, wel. Dat gaat ik ben heel zo goed automatisch. Ja, maar daar. Sommige mensen zijn dat niet. Oh, sommige Jezus. Mensen zijn fucking niet sociaal. We moeten wel bijna gaan afronden, maar, maar niet sociaal goed bent, dat er zeiden. Als je niet sociaal bent, echt, vrees niet. Iedereen komt wel op jou af, sowieso. Echt, ik denk dat dat zo gemakkelijk gaat. En anders, de where are you from? Dat is hem. Ja. Dat is echt die where are you from? Of ga gewoon naar het hostel, naar de gezamenlijke ruimte met een kaartspel. Oh my god, jij hebt een strategie. Oh, 100% yeah! Schat. Weet je wat ik altijd Top. Doe als ik nieuwe... Kijk, dit deed ik altijd op de camping. Ik had vroeger altijd ook een camping. Soms denk ik, ik val ook een beetje op het spectrum. Want ik had altijd overal soort van hokjes en dingetjes. En zo moet het, en zo moet het, en zo moet het. Maar het werkt. Ik ben heel high functioning. Nice. Ik was ook laatst bij ADHD psycholoog, bla bla bla. Ze zegt, nou, je hoeft geen therapie, want je hebt overal zulke... Je hebt overal stapjes out. Voor en handvaatjes. En dit moet je dan doen. En, goed. Oh, maar dan had ik altijd bij mezelf. En dat kan ik nu eigenlijk nog steeds toepassen als ik dan op vakantie ben. Ja. Je zorgt ervoor dat je in de buurt bent van mensen die je leuk vindt. Mm-hmm. Open houding. En het liefste moet er iets gebeuren bij iemand anders. Er moet iets gebeuren in de omgeving. Ja, ja, waarop ja. jij kan kijken naar degene waarmee je bevriend wil worden. En kan zeggen, haha, that was funny. Dit is dus ook opening, hoe mensen daten. Hè? Dus opening. Dit is ook meteen een date tip. Neem dit mee. Oh, oh mijn god. Dit is met alles goed. Dit is zo goed verhaal. Netwerken ook. Ja, it's absoluut. So good. Absoluut. Zorg oh, dat je it. Iets ziet wat diegene ziet en begin daarover. Ja. Ja. Ik vind het mooi, ja, mooi. Ah, mooi, mooi, mooi. Mooi, mooi, mooi. Nou, mooi. Ik ben heel benieuwd. Mooi. Heel mooi. Benieuwd mooi. Of mensen nu zijn geïnspireerd om te gaan solo reizen. Ik zou het nog wel doen, denk ik. Ik ga het denk ik ook ooit doen. Jongens, vonden jullie dit een leuke aflevering? Je kan ons volgen op de socials. Dat is @grotemeisjes.podcast op Instagram en op TikTok. En wij zien jullie volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg! Joep.